Club ondersteboven. Slam. Bekend van onder andere, ja natuurlijk, van Busy Krantje Papi Chief. Ketchup, Jo Silvio, Vroom, Femke Louise, noem ze allemaal maar op. Natuurlijk zijn eigen loco. Ook nog. En Draai het om, van Boef. Ja. En nou wil het geval dat we die op dit moment gaan ontleden. Die heb ik hier lekker bij me, ja. Je hebt je computertje meegenomen. Ik heb hem helemaal meegenomen, ja. Ik zit ook even te kijken, want ik moet echt zeggen, ik denk dat dit serieus de snelste track is die ik in mijn carrière is gemaakt. Ja, ik sprak jou hier zondag over op Intense Festival, waar we even kort spraken. En je deed er een beetje lacher over, had ik het idee. Was het een eitje. Ja, dat klinkt echt heel kut. Maar, het is wel echt heel snel gegaan. Dus, want ik had die beat thuis al gemaakt. En die beat had ik ook in 5 minuten gemaakt. En toen had ik een andere studio sessie met Boef. En met iemand anders. Hou ik nog even geheim. Ja. Toen was er nog tijd over. En ik had hem toen een mapje met beats gestuurd. Waar deze dus ook in zat. Maar ik dacht van ja, die zal hij vast niet gehoord hebben. Toen pompte ik hem gewoon in de studio. En toen begon hij ineens zo. Zat je zo van zo. Deze hard man. En hij had toen al een tekst van die hij op een andere track had gedaan. Die nooit is uitgekomen. Maar die had hij al geschreven. En toen deed hij hem hierop. En toen zei hij van yo, dit past echt perfect. Nou, toen heeft hij het volgens mij in 2 takes of zo helemaal opgenomen. En toen was het ineens van, oké dan. We zijn er klaar voor, ja. Maar ik wist nog niet dat het zijn single toen ging worden. Alleen, die track is echt, echt in een kwartier gemaakt. Dat slaat echt... Wauw. Ja, zo van dat het echt zo snel gaat dat ik bijna zelf niet eens zo'n persoonlijke band heb met die track. Niet dat ik hem niet vet vind, maar soms heb ik een track, bijvoorbeeld Loco, heeft wat langer geduurd. Mm-hmm. Daar heb ik echt die beat gemaakt en dan Poke uitgenodigd. En toen helemaal nog maanden gingen eroverheen om Dopeboy te checken en alles om dat te fixen en zo. Dus daar was het echt zo van, oh ja. Okay. Gewoon echt een proces. Ja, echt een proces. Maar dit was zo snel dat ik soms gewoon vergeet van hoe ik überhaupt die beat heb gemaakt. Dat heb ik best vaak wel zo. Ja, niet dat... Omdat ik gewoon veel dingen maak, dan vergeet ik gewoon af en toe... Je weet wel dat je het zelf gemaakt hebt, zeg maar. Dat vergeet ik ook af en toe, ja. Nee, maar het is wel grappig. Het is heel simpel. Ik begon met dit, volgens mij, dit geluidje. Hoe heet het project, allereerst? Pop Dream. Echt een domme naam. Pop Dream? Ja, en het klinkt never als pop. Maar ik weet ook niet waarom het Pop Dream... Ik weet niet. Ik had gewoon in mijn hoofd van, ja, ik ga iets poppies maken wat... Helemaal is gefaald. Alleen toen is dit uitgekomen. Ik begon met dit geluidje, volgens mij. Is dit het? Ja. Ja, met dit geluidje was ik begonnen met die beat. Kijken. Oh, daar zit de Young Felix, ja. Ja, de Young Felix tag. Ja, die zou ik ook even laten horen. Even los. Is die altijd hetzelfde of maak je die... Nee, deze is wel altijd hetzelfde. Dat is trouwens, die stem is Eva Simmons. Dat is wel grappig. Die zei tegen mij van... je hebt een tag nodig. En toen had ze hem echt, hoe je hem zo hoort, die... Ja, Young Felix. Zo heeft ze hem ook voor mij geëdit. Dus ze zei gewoon van... Toen waren we in de studio en zei... Young Felix. En dan had ze die soort repeat dingen erin gedaan. Dat is goed. En toen heb ik gezegd van... gevraagd naar van... ben je klaar om... in elke track in het vervolg jouw stem te horen. Toen zei ze, ja, prima. En zo geschieden. Ja. En ik begon dus met dat geluidje. Ja. Even kijken. Ja, dat was wel typisch het draait om geluidje. Ja, zo begint die hele track. Ja, dus hij begint dan met een klein ritme erbij. Dit zit ook in... zit dat ketchup. Op zich pak ik dat als standaard erbij. Dat gewoon voor die bobbelingssfeer werkt dat altijd wel. Even kijken, en toen begon ik met dit geluidje. Dus ik had dus dat vocaaltje en toen had ik... En daar heb ik 2 varianten op. Dus hier zit echt vet veel galm op. Nou, het wordt nog meer, een soort opbouw. Uh-huh. Bijna. En dan hier. Dus er zit al een loopje in, toch? Dus op een gegeven moment komen de drums bij. Volgens mij had ik dit... Kijken of had ik hier... Ik weet het helemaal niet in welke volgorde ik heb gedaan. Kijk wat dit... de snare. Zo begint het al een beetje te lopen, toch? Nu wordt het al een beetje interessant, wordt al een beetje dansbaar. Je hebt het ook allemaal eigen namen gegeven, toch? Ik zie daar Young Felix, wat staat er? Nee, het is Young Felix preset. Alleen dat is helemaal niet mijn preset. Ik heb het gewoon zo genoemd. Maar volgens mij is dat een Boas van de Beach preset. Die
die heel veel mensen hebben, wat gewoon heel goed werkt. Daar maak je vocalen gewoon gelijk super crispy van. Dus die heb ik gewoon, maar ik heb hem gewoon Jan Felix preset genoemd, zodat ik niet vergeet. heb ik het lekker weer toegeëigd. Even kijken. Oh ja, deze bas. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel simpel, de beat gewoon. Dat is heel weinig. Kijk, ja, met dat ritmetje erbij. Oh ja, lekker gebeld worden, sorry daarvoor. Even kijken. Ja, eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ja, volgens mij dit hier, paar percussie dingetjes die dan op een gegeven moment even terugkomen in de beat. Die shaker. Wacht, dat laat ik nog even horen. Lekker. We zitten hier gewoon lekker te nerden. Ja, ja dit, heerlijk te nerden. Ja. Mocht je dit alleen maar horen op dit moment, check vooral even Slam TV of we kijken mee via de app of via slam.nl. Maar dit is dus dit was eigenlijk de beat. Dit was de beat. Er is ook nooit iets anders aan gedaan. Dit was de beat. En oh ja, wat wel nog een grappig verhaal was. Ik had die beat wel al uit het project gebounced of geëxporteerd. En ik liet die beat eens horen aan Boef. En hij wilde het per direct wilde die opnemen. Wat ik natuurlijk snap. Alleen ik kon dat project toen niet op dat moment vinden. Omdat ik er dus Popdream had genoemd. Zo van, ja, ik ga die beat ga ik niet daarachter vinden met de naam en Popdream. Dus daar hadden we het eerst op die MP3 opgenomen. En toen moest ik daarna weer zijn vocalen weer vanuit een ander project moest ik weer exporteren. Om dat weer hierin te zetten. Maar ja, dat was buiten alles was dat ook echt nul moeite. Even kijken. Het is echt lekker om een grote track te kunnen maken met zo weinig. Ja, dat zo is ideaal. Moeite, ja. Maar dit was dus echt wat je net hebt laten horen, heb je in 15 minuten gedaan. Ja, echt letterlijk dat. Het ging heel snel allemaal. Nou ja. Draai het om voor mijn home. Draai het om voor mijn home. Draai het om voor mijn home. Vier bricks en ik draai een ton voor je. Ja man, dat ging heel snel gewoon. Ja. Draai het om voor mijn home. Iedereen weet ik val op Marokkaanse. Nou ja, zijn verses opgenomen, zijn refreintje, die heeft hij gewoon één keer opgenomen. Dat natuurlijk twee keer geknipt en geplakt. Twee verses. Autootje, waar ik nog een keer volgens mij heb ik mijn tag daarin staan. Of staat hij nu niet? Je bent nee, die staat kwijt. In dit project staat hij niet. Nee, ja, maar dat was het eigenlijk. Dames en heren, je kan in een kwartiertje kan het allemaal gebeuren. Ja, wat goed, man. Ja, wel met 10 jaar gewoon muziek maken, want ik doe het al een tijdje. Maar sommige tracks gaan echt heel snel en dan denken mensen van... Merk je ook echt dat je sneller wordt nu? Nee, ja, het ligt er echt aan. Want ik heb ook hele goede beats gemaakt waar ik echt lang over gedaan heb. Zoals volgens mij Doe Je Dans heb ik wel in dat project heb ik misschien 5 beats gemaakt voordat ik op die... Zo van dank... Met Busy heb je het erover, hè? Ja. Doe Je Dans met Busy, Jozo, Atje. Ja. Kijk. Ja. Nou, zullen we hem gewoon eens even helemaal... Ja, draaien het is helemaal mooi dat je het in een kwartiertje gemaakt hebt en hebt geëxporteerd en alles. En dan uiteindelijk belandt het hier in de stemcomputer. Ja, zo simpel is het. Klinkt wel goed, hoor. Klinkt wel goed, ja. Ik verbaas mezelf af en toe. Draai het om voor me. Draai het om voor me.